In mijn presentatie mix ik cabaret met neurowetenschap. Dus op humoristische wijze ga ik in op de werking van ons brein. Dus mocht je meld je even bij de receptie. Zie je dus, mensen met meer dopamine zijn vaak heel enthousiast, zijn ook heel creatief. Nou oké, dan eet ik nu helemaal op, maar dan ga ik morgen echt beginnen met afval. Statistisch klopt dit niet. We hebben één eerlijke man. Geef hem een applaus, dat is de enige die eerlijk is. Yes! Want bij persoonlijke ontmoeting maakt ons brein oxytocine aan en daardoor groeit vertrouwen. Nou, jij kiest nu datgene waarbij jij de meeste dopamine aanmaakt.